Zaterdag is kort nadat de herder was vertrokken een Duitse herder over een afrasting gesprongen van een weiland waarin onze schapen staan die vorig jaar zijn geboren en nog niet gedekt. Die worden altijd een tijdje apart gehouden van de kudde. En daar heeft de hond 3 schapen gewond, eentje in de kop gebeten, 1 in de rug en 1 in de poten. Het is niet de eerste keer, hè, dat het hier is gebeurd? Of? Nee, het gebeurt regelmatig. Het is een paar keer per maand dat de kudde last heeft van loslopende honden. En in januari is er nog een groep honden geweest die heeft de kudde ook opgejaagd. Er waren de schapen hoogdrachtig. Na een aantal lagen op de rug. Er was een puppy bij van 3 maanden die in opleiding is. En die werd ondersteboven gelopen. Nou, die kan straks artrose daarvan krijgen van zijn opdonder. En dat gebeurt gewoon te vaak. Te vaak. Nou weet ik dat hier sprake van is geweest om een verplichting in te stellen dat de honden aangeleid moeten blijven. Maar dat heeft het toen niet gehaald, hè, in de gemeenteraad. Want er was zelfs een actiegroep op poten gezet. Dat klopt. Daar ben ik zelf heb ik daar deel van uitgemaakt van die actiegroep. Met 3 andere mensen. De gemeenteheerder wilde van een veredelde patatkraam een restaurant maken. En als compenserende maatregel moest een gedeelte van de haaien in een aanlijngebied ingesteld worden. En we hebben daar bezwaar tegen gemaakt. Omdat we het niet nodig vonden. Honden moeten hun vrijheid hebben, die moeten hun energie kwijt hebben. En wij vonden de argumenten om het te doen vonden ook volkomen onjuist en te ver gezocht. Alleen nu zijn we wel van gedachten veranderd, want de laatste jaren is het veel erger geworden. Het is hier veel drukker geworden dan vroeger. Het is echt een. Naar s'morgen staan er nu 20, 25 auto's om 9 uur. En dat was 2 jaar geleden nog 5 of 10. Dus het is gewoon enorm toegenomen, de druk hier op de hei. En daardoor ook meer aanvallen op honden. Op schapen, sorry. Op schapen, ja, nee, precies. Ja. En wat wilt u nu dan? Wat moet er nu gebeuren? Toch zo'n aanlijngebod? Wat mij betreft rond de schaapskooi een aanlijngebod. Ja, want de mensen die stoppen hier vlakbij op 100 meter van de schaapskooi. Stappen ze uit de auto, ze doen de achterklep los, de honden springen eruit en die zijn meteen een paar honderd meter ver weg. Terwijl die mensen zelf helemaal niet opletten, op hun mobieltje kijken, geen overzicht hebben omdat de schaapskooi er nog tussen staat. Nou ja, als je er wat van zegt, zeggen ze ja, het is hier een losloopgebied. Maar alleen als honden op de paden blijven en onder appel staan. En dat staan heel veel honden dus niet. Voorschrijdend inzicht, moeten we het zo noemen? Ja, absoluut. Door ervaring wijzer geworden.